In de nacht van dinsdag op woensdag spoedden de hulpdiensten zich naar de strandwal op het GGZ-terrein in Heiloo voor een urgent incident. Onder andere 2 politievoertuigen, 2 ambulances, een auto van de huisartsenpost en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De traumahelikopter werd in een weiland langs de Kanaalweg geparkeerd. Daar werden de inzittenden opgewacht door een politieauto die ze naar de locatie van het incident bracht. Wat de precieze aanleiding van dit bezoek was, is niet bekendgemaakt.